Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel aparts maken. Ik heb er helemaal zin in, dus heb je er ook zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Tag mij, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En ik heb weer een winnaar voor jullie, die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen en mag contact met ons opnemen. Omdat jij jouw bloemstuk hebt gedeeld op Facebook of Instagram. En dat kan zijn naar aanleiding van mijn pakketten, maar het mag ook zelf zijn wat geïnspireerd is door een van mijn video's. Want ik vind het heel erg leuk om te zien wat jullie allemaal maken. En laten we elkaar vooral inspireren. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. We gaan vandaag een apart bloemstuk maken, namelijk een vierkante krans. Ik weet niet of je het dan ook echt een krans noemt, maar we gaan hem in ieder geval wel maken. En dat gaan we doen met mooie sterke materialen en op een aparte manier verwerken. Waardoor we dan heel luxe en bijzonder bloemstuk gaan krijgen. Ik hou jullie even iets dichterbij en dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een vierkante krans. De vorm zit er al mooi in. Ik vind het altijd niet zo mooi als je de lekschaal ziet die er vast onder zit. Dus die gaan we even wegwerken. Daarvoor gebruik ik pampasgrassen die ik in stukjes maak. Dit pluist in het begin een klein beetje, maar als je het straks op de plek hebt zitten, dan heb je daar geen last meer van. Dat doe ik als volgt. Ik vouw dat er eigenlijk omheen en dan zet ik het vast met een krammetje. Kan eventueel de bocht om. En het geeft gelijk een mooi natuurlijk effect. Je vouwt het dus een beetje om het frame heen. Dus je zet hem net boven het frame vast. En dit doe je even helemaal rondom de krans heen. Als je dat hebt gedaan, is het tijd om verder te gaan met het volgende materiaal. Daarvoor gebruik ik deze takjes. En deze doe ik er eigenlijk ook weer omheen. Dus daarmee volg ik de vorm van de krans. En ik zet het dan weer vast met een krammetje. Je kan het er wat hoger omheen doen. Je kan het er wat vaster omheen doen. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Geef daarin echt je eigen stijl. Dan ziet dat er zo uit, een hele mooie basis. Je kan eventueel de binnenkant ook doen met de pampasgrassen, maar omdat we nog met verschillende materialen werken, is dat voor mij nu niet nodig. Maar het kan wel als je het leuk vindt. Dan heb ik bolmos en ik haal altijd de onderkant even iets af, want dan komt er iets platter op. En deze zet ik dan vast met een krammetje ertussen. Let er daarbij op dat je niet alles bovenop de takjes doet, maar dat je het ook een beetje onder doet, zodat je het effect van de takjes wel houdt. En dit verdeel je er gewoon een beetje rondomheen. En ook hierin, als je de binnenkant wil wegwerken, je mag best iets verder naar binnen werken, want dan zie je straks dus de witte binnenkant niet meer. En ik breek dus gerust de bolmos in kleinere stukjes. Ja.
kan zijn dat je straks op sommige plekken nog een klein beetje van je witte schaal ziet. Maar dat werken we straks weg. Het is wel belangrijk dat het grootste deel is weggewerkt. Dan hebben we mooie vetplantjes. En die verwerk ik dus als volgt. Je prikt het steeltje, het stokje er voorzichtig in. Let wel op dat je stokje scherp is. Dus dat je er eventueel een scherp puntje aanknipt. Want dan kan je dat makkelijker en voorzichtiger doen. Druk niet te hard, want dan druk je hem kapot. Dan heb ik van deze mooie bolletjes, ook die zet er op dezelfde manier vast tussen. Dan voegen we bloemen aan toe. Ik gebruik hiervoor weer sterke bloemen. Mooie distel, prachtig in combinatie met de kleuren. Die verdeel ik er bij tussen. Dat doe ik ook met wat roosjes. Het is ook erg leuk om bijvoorbeeld in een rij te werken. Je kan hem gemengd opsteken, maar je kan bijvoorbeeld nu ook een rij maken van meerdere roosjes bij elkaar. Ik steek hem nu gemengd op. En ik kijk waar de bloem mooi tot zijn recht komt. Dan heb ik zuidenwindlelies. Die laat ik lang en laat ik meelopen in het stuk. Ik steek hem in het oase en ik zet het dan eventjes vast zodat je mooi dat lijnenspel krijgt en je eigenlijk die lijnen van het hout accentueert. Prachtig mooi. Dan verwerk ik nog wat gipskruid. Dit doe ik heel kort in het stuk erbij tussen. Subtiel, omdat ik de krans wel wat stoerder wil houden. En gipskruid, dit breekt het wel een beetje, maar het past wel mooi in het stuk er zo bij. Dan heb ik berengras en hier gaan we weer mee spelen. Hier gaan we ook lijnenspel in maken. Dus je stopt het weer in de oase, buigt het en zet het dan eventjes vast. Je kan hier ook heel leuk mee vlechten, mocht je dat leuk vinden. Maar ik vind het nu wel even mooi om echt het lijnenspel van de krans aan te houden. Zodat je echt ziet dat het een vierkante krans is. Asparagus. Mocht je nou aan de binnenzijde of aan de buitenzijde nog wat van het witte frame zichtbaar hebben, dan kan je daar de asparagus overheen laten lopen, zodat het minder zichtbaar wordt. Ik vind asparagus geeft het ook een luxe effect, dus het lijkt gelijk mooi. Maar nodig splits ik dus de asparagus zodat het wel wat fijner erin verwerkt wordt. Wat
groene duizend schoon. Deze splits ik omdat ik hem compacter bij tussen wil. En hiermee vul ik de laatste gaatjes op. En dit doe ik ook met de distel die ik nog heb. Dus mocht je nog oase zichtbaar hebben, heb je daarna nog oase zichtbaar, kan je het ook nog opvullen door een klein beetje pampas er overal tussen te doen. Maar zorg dan dat er geen oase meer zichtbaar is. En dan is dit hem geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is een hele aparte krans, zodat hij vierkant is. Dus net even anders dan anders. Je kan hem eventueel nog strakker maken door in plaats van het verdeeld op te steken in strakke rijen te werken. Mocht je dat willen zien, laat eventjes hieronder weten. Dan kan ik daar eventueel ook een aparte video van opnemen. En wil je iets anders graag zien op dit kanaal? Laat even hieronder in de reactie weten. Laat ook even weten wat je hiervan vond. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's op Facebook of Instagram? Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar kan je ook de losse ondergronden nu bestellen. Dus dat is natuurlijk super leuk. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer.